Goedemorgen of middag of wanneer je dit ook kijkt. Ik heb voor deze week weer een kaartje getrokken. De kaart van deze week heet Perspective. En het komt uit het Starseed Oracle Deck. En dan denk je, dat is een grote zwarte kaart. Maar als je heel goed kijkt, zie je daar zo'n klein blauw-wittig puntje. Dat is de aarde. En deze kaart vertelt over dat dingen soms ook maar betrekkelijk zijn. Dat wij een miertje zijn op de aarde en dat de aarde een miertje is in het grote geheel. En dat de uitnodiging er is deze week om te wachten met snel te reageren en het perspectief van een ander is in overweging te nemen. We zijn, hoe zeg je dat? We kunnen soms zo vastzitten in onze eigen denkbeelden, onze eigen waarheden, dat we vergeten vragen te stellen aan iemand anders als hij met een andere waarheid komt of met een ander perspectief komt. Dus de uitnodiging deze week is om open te zijn en werkelijk te luisteren naar iemand als iemand iets vertelt wat je niet meteen gelooft of wat je niet wil geloven of wat dan ook. En de tijd te nemen om een vraag daarover te stellen. Dat betekent niet dat jouw waarheid niet waar is. En dat je nog steeds jouw beeld van de werkelijkheid kunt bewaren. Maar wees een beetje nieuwsgierig naar de denkwereld en de leefwereld van iemand anders. Daarvoor is een vraag stellen een prachtig middel. En terwijl ik me hierop aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een quote die heel lang, toen ik klein was, op de wc heeft gehangen bij ons. En die ging over, you can't understand someone until you've walked a mile in their shoes. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe. We zien altijd alleen maar de buitenkant van iemand. En je krijgt daarmee een bepaalde indruk van iemand. En inmiddels na jarenlange ervaring weet ik dat de buitenkant ook maar een dun schilletje is. En dat er aan de binnenkant van iemand iets heel anders aanwezig kan zijn. Wat zich niet zo laat zien in een ontmoeting. Dus het gaat ook over compassie hebben voor een ander. Compassie hebben voor jezelf. En deze kaart sluit ook heel erg mooi aan bij het Tolkien levenspad wat morgen begint. Morgen begint het levenspad van Witte Spiegel. En dat gaat over dat we een spiegel zijn voor elkaar. En dat die spiegel laat zien waar er bij ons nog heling mogelijk is. Een spiegel maakt ook dat wij triggers ervaren in ons leven. En een trigger is eigenlijk alleen maar een cadeautje. Dat voelt niet zo als je hem krijgt, maar eigenlijk is het een cadeautje, omdat als je dat gaat uitpluizen, dan kom je erachter waar nog heling nodig is voor jouw innerlijke delen. Het kan dus zijn, Mercurius is ook retrograde gegaan, het kan dus zijn dat er in de communicatie dingen niet zo soepel lopen of dat je getriggerd wordt of dat je per ongeluk iemand anders triggert. En daarmee zijn het allemaal prachtige mogelijkheden om je iets meer te leren over jezelf, om te helen. En op te ruimen. We zitten nog steeds met allerlei zonneactiviteit. Die maakt ook dat er veel opgeruimd wordt in ons systeem. En dat heel
hele oude dingen weer boven kunnen komen drijven. Oude thema's waarvan je dacht, nou daar ben je toch wel klaar mee. Er komt een volgend laagje vrij, zodat we uiteindelijk, als je het opruimt, steeds ruimer kunt leven. En dat is zo ontzettend fijn, dat je je niet meer zoveel aantrekt van de mening van iemand anders. Dat jij denkt, oh, ik heb hier zin in, ik ga vandaag zwemmen, ook al regent het. En dat je niet meer hoeft na te denken over wat zou iemand anders daarvan vinden. Of dat durf ik tegen niemand te zeggen dat ik dat doe. Dat valt dan weg en dat is vrijheid. Vrijheid om die dingen te doen, omdat het voor jou goed voelt, omdat jij daar blij van wordt. En dan maakt het niet meer uit of er eventueel een opmerking komt van buitenaf, omdat je dat geheeld hebt in jezelf. Dus ja, ik blijf dat magisch vinden, hoe dat zo, ja, dat we elkaar spiegel zijn en dat we elkaar triggeren, zodat we kunnen helen. Dus eigenlijk is het misschien, en misschien kun je dat niet hardop zeggen tegen iemand die jou ontzettend triggert. Maar eigenlijk zijn dat de grootste cadeaus die je op je pad krijgt. Iemand die je zodanig triggert dat je hele systeem opstelten gaat. Zodat je naar binnen kunt keren en kunt onderzoeken. Wat raakt mij zo? Hoe komt het dat dit me zo raakt en dat ik er zo verontwaardigd of boos of verdrietig van word? En heel vaak als je erin duikt en dat is onderzoekt, kom je uit bij een jong innerlijk deel wat niet de voeding gehad heeft of niet de troost gehad heeft die het nodig heeft gehad op het moment dat er iets gebeurde wat een schok gaf in het lichaam. En als dat op dat moment niet geheeld is, dan zit die schok nog in het lichaam en wil dat alsnog ontladen worden. Het leven wil namelijk geleefd worden. En het leven zal er daarom ook alles aan doen om jou te laten zien waar je nog niet het leven volledig neemt of volledig leeft. Hoe mooi is dat? Dus het heeft ook, ik weet niet meer of ik dat nou al genoemd heb, maar het gaat ook over compassie. Compassie hebben voor de ander, voor het levenspad van de ander. Compassie hebben voor je eigen levenspad. En weten dat jij die light being bent in dit mensenlijf, die ervaringen opdoet en die uiteindelijk een verrijking zijn voor het grote geheel. Jij deelt je ervaringen in het fysieke en je deelt je ervaring energetisch op zielsniveau. Daarmee wordt de wereld rijker, het universum rijker. Dus stel vragen en heb compassie voor jezelf en voor anderen. En onderzoek je triggers. Volgens mij was dat het voor deze week. Oh, ik zie nog één dingetje staan. De energie van witte spiegel kan aan één kant heel veel helderheid geven, heel veel inzichten geven. Je kunt ineens inspiratie krijgen vanuit het universum. Maar als je iemand bent die snel kritisch is over jezelf of over een ander, dan kan dat wat extra aangezet worden. En ook dan, als je veel kritiek hebt of heel streng bent voor jezelf, kijk dan of je een stapje achteruit kan doen en armen om je heen kunt slaan en zeggen tegen jezelf en al je innerlijke delen, het komt wel goed. En weet je, als
Soms kan kritiek natuurlijk best motiverend werken, afhankelijk van hoe het gebracht wordt. Maar met bemoediging, met complimenten, met vragen of je feedback mag geven. Is het wat. Wat zijn goede woorden daarvoor? Een compliment, een vriendelijk woord of vragen of je feedback mag geven, werkt vaak verzachtender en iemand kan het beter ontvangen dan als je steeds kritiek geeft. Dat werkt naar de buitenwereld zo, maar dat werkt ook naar binnen zo. Ik kan wel zeggen, ik ben een zoete kou. Ik kan wel zeggen tegen mijn innerlijke deel, nee, we gaan niet snoepen. En vervolgens sta ik toch bij de kast snoep te graaien. Ik kan ook zeggen van tegen mijn innerlijke delen van oké, ik hoor dat jullie zin hebben in snoep, maar ik kies er nu voor om een wortel te eten. Of we eten vandaag één keer snoep. Daarmee benader je jezelf en je innerlijke delen iets vriendelijker dan je wellicht normaal zou doen. Dus heb jij zo'n innerlijke criticus? Knik er tegen, vertel dat je het ziet en neem de leiding. En ja, blijf vriendelijk en compassievol voor jezelf. Dat was het voor deze week. Ik wens je een prachtige week en tot de volgende keer.